Welkom bij Boarding to Korea. Eurosport volgt vier Nederlandse snowboarders op weg naar de Olympische Spelen van Pyeongchang. Met deze week focus op Sherry Maas. Vandaag hebben we het over de meest bekende freestyler van Nederland, Sherry Maas. Een freestyler dus, Nicolien Sauerbrei. Ze zeggen wel eens dat zijn twee andere werelden in het snowboard, alpine en freestylen. Ja, dat klopt. Eigenlijk vergelijk ik zelf altijd met kunstrijden en langebaanschaatsen. De een gaat om jury en de ander gaat om tijdwaarneming. Freestyle, het materiaal is heel anders. Zachte schoenen, brede boards, korte boards. Een board wat zowel vooruit als achteruit kan gaan. En dat draait bij hen vooral om de tricks en de trucs. En bij ons draait het vooral om snelheid. Dus harde schoenen, alle energie vanuit het lichaam direct in de bocht gooien. Ja. De cultuur schijnt ook behoorlijk verschillend te zijn. Klopt dat? Ja, daarin komt alpine eigenlijk heel erg uit de skiwereld. Dus strakke kleding, de snelheid, dat is alles bepalend. En bij freestyle zit ook een imago bij. Wat wijdere kleding, wat lossere houding over het algemeen. Dat komt meer uit het skateboarden. Ja, exact. Ja. Sherry Maas woont momenteel in Noorwegen, in Oslo. En we hebben haar opgezocht. Motorrijden, langlaufen, mountainbiken, skateboarden. Sherry Maas woont niet voor niets in Noorwegen, het sportland bij uitstek. In al deze sporten beoefent ze niet alleen voor de fun, zelfs van golven wordt ze een betere snowboardster. Golven voor mij is echt concentratie. Het is gewoon echt lang kunnen focussen op waar je mee bezig bent. In het begin had ik nog best wel wat agressiviteit. En als het dan iets niet lukte met snowboarden, was het echt zo... Dan moet je dat kwijt. En dan deed ik dat nooit op de juiste manier. Dan gooide ik wel eens met mijn snowboard of zo. En mensen zeiden van, wat doe je nou? Maar ja, als je dan met golven ook bezig bent en die bal die gaat weer in de rough. En dan ben je maar aan het slaan. Dan is het ook echt zo van, ik moet mij inhouden. Ik ben netjes op de golfbaan. Even tot 10 tellen. Ja, en in die zin helpt mij dat ook wel echt met mentaliteit. In Oslo woont Maas samen met haar Noorse vrouw Stine Bruun Kjeldaas. Kjeldaas werd de nationale heldin toen ze in 1998 op de Spelen zilver won op de halfpipe. Na haar snowboardcarrière werd Kjeldaas met haar andere passie een graag geziene gast op televisie. If you fall, I will catch you. Kjeldaas en Maas hebben nu samen twee kinderen. En waar Maas als topsporter in de wintermaanden veel van huis is, is er wanneer ze wel thuis is een andere balans. Omdat ik veel op reis ben, dan als ik dan thuis ben, dan doe ik meestal alle dingen. Dus ook met de kinderen en ja, het koken en de was enzovoort. Ja, aan de ene kant is het extra druk weer, omdat het dan ook natuurlijk... ik wil meer met de kinderen zijn, maar het is ook voor Stine dan makkelijker. En dan eigenlijk als ik dan aan het snowboarden ben, is het ook wel weer een beetje relaxed voor mij. Want dan is het echt alleen weer voor mezelf zorgen. Dan hoef ik echt alleen maar te denken wat ik wil. En niet van, wie moet er wat mee naar school en wat gaan we eten vanavond en dan dat soort dingen. Dus dan is het echt, eigenlijk weer rust voor mij. Would you like to meet me? For mommy? Ik wil dat hun ook hun dromen en reizen en achterna gaan. En dat ze dat blijven doen. Je leven is niet over nadat je 30 bent. En je moet ook laten zien, van, kijk, de wereld is groot en er zijn zoveel mogelijkheden. De kinderdroom van Maas is al uitgekomen. Een leven lang snowboarden. Haar nieuwste doel is om in Korea een Olympische medaille te winnen. Zelfs toen ze in juni haar nek brak, is ze blijven trainen. Ja, skateboarden, dat doe ik ook wel best veel. En dat is dan weer echt balans, het snelle bezig zijn met de trucs, de reactievermogen erop. Ja, dat is met skateboarden heel erg als je dan buiten je bord rolt. Als je dan toch niet die kracht hebt om die balans naar je center te sturen, dan schiet het bord bij je vandaan. Ja, en dan lig je op de grond te kijken. Dus in die zin is je core heel belangrijk, want hier stuur je eigenlijk toch heel je lichaam mee. Dus je bent echt met alles bezig, waardoor het ook weer goed terugkomt naar het snowboarden voor mij. Ondanks de grote verschillen tussen deze twee disciplines, zijn er ook overeenkomsten?
De overeenkomst tussen de disciplines is dat het allebei op de sneeuw is en in de bergen. Ja. Maar voor ons persoonlijk denk ik dat er meer overeenkomsten zijn. Het beste uit jezelf willen halen. Maar ook Cheryl en ik hebben allebei onze eigen weg bewandeld, zeg maar, in het succes. Ja. Zij is 2 keer ook naar de Olympische Spelen geweest. Met eigen begeleiding. Daarin, ik denk dat we allebei ook wel een stukje eigenwijs zijn. En daardoor ook echt bepaald hebben dat we het op onze eigen manier willen invullen. Ja. Dit was Boarding to Korea. Graag tot de volgende aflevering. Over 2 weken zien we special reporter Nicolien Sauerbrei op bezoek bij Michelle Dekker in Oostenrijk. Wat voor kansen geef je jezelf in Pyeongchang? Ja, als ik deze lijn die ik nu mee bezig ben door kan zetten, dan ja, ik hoop natuurlijk sowieso een top 8.